Ça va. Goedemorgen iedereen en welkom op deze infosessie. Ik ben Hans van der Linden. Ik werk in het departement Cultuur, Jeugd en Media en in de afdeling Kennis en Beleid, specifiek rond digitale transformatie. Het departement Cultuur, Jeugd en Media wil de digitale transformatie van de culturele erfgoedsector en bij uitbreiding de cultuursector op een positieve manier stimuleren en wil daarbij een regierol opnemen. Naast visieteksten werden er de laatste jaren in het kader van het Relaanse programma Vlaamse Veerkracht heel wat projecten eigenlijk gestart die een positieve invloed hebben eigenlijk op het stimuleren van de digitale transformatie. En dat kadert natuurlijk ook in heel de Relaanse problematiek, waarbij dat men net een nieuwe stimulans wil genereren voor het digitale en voor digitale transformatie in de maatschappij. Voordat we effectief in de sessie van vandaag duiken, zou ik een aantal zaken nog willen meegeven rond beleid. Ik probeer even naar de volgende slide te gaan. Ik merk dat dat niet meteen lukt. Oké, dus dank je wel daarvoor. Misschien eerst een paar woorden over het beleidskader. De meeste onder jullie kennen deze tekst nog wel. Het is een tekst uit 2017. Het was een visienota die genaamd was het Vlaams cultuurbeleid in het digitale tijdperk. En die nota die schetst eigenlijk hoe, dus een visie op hoe artistieke creatie en het bewaren, het verspreiden en voor een breed publiek beschikbaar maken van culturele content gestimuleerd zou kunnen worden in een omgeving die onder invloed van digitale technologie steeds evolueert. Het resultaat van deze visienota was eigenlijk een set van basisprincipes en speerpunten, maar de implementatie die was eigenlijk beperkt aanwezig in deze visienota. Dat is ook meteen de reden geweest dat we een aantal jaar geleden met het departement in zee gingen met Digitaal Vlaanderen. Digitaal Vlaanderen zien we in die context eigenlijk als een strategische partner voor het departement die de link met de strategie die Vlaanderen ontplooit op vlak van digitale transformatie eigenlijk mee bewaakt en mee faciliteert naar de cultuursector en bij uitbreiding jeugd en media. Digitaal Vlaanderen zorgt er voor ons ook voor dat er eigenlijk maximaal wordt gebruik gemaakt van dus de open bouwstenen die ontwikkeld worden in een Vlaamse context. Denk aan mijn burgerprofiel en andere zaken. Zorgt er ook voor dat wat we als departement zelf ontwikkelen eigenlijk op een goede manier aansluit bij de principes en de afspraken die op Vlaams niveau gelden, zoals only once. Ik kan één keer maar gegevens opvragen of dat is de bedoeling toch? No wrong door. Je wordt steeds naar het juiste loket of naar de juiste dienstverlening doorverwezen. En van die zaken. Dus die principes zijn voor ons ook heel belangrijk om te gaan implementeren eigenlijk in de zaken die we zelf als departement opzetten of die in de sector gebeuren. Goed, ik had al gezegd, we hebben een pre-analyse opgestart een aantal jaar geleden. En deze analyse die problematiseert eigenlijk het huidige landschap voor een stukje. Dus er is een grote historisch gebaseerde verkokering aanwezig. Het culturele landschap, en dat geldt ook voor het culturele landschap, zeker op vlak van het digitale, is tamelijk gefragmenteerd. Je merkt dat initiatieven die genomen zijn en genomen worden, eigenlijk heel vaak vanuit verschillende doelstellingen gebeuren en dat die ook in verschillende stadia van uitvoering zijn. Dus vanaf concept tot effectieve uitvoering. Maar het valt ook op dat er eigenlijk een beperkte onderlinge samenhang tussen die initiatieven is. En dat is toch wel een probleem als je wil gaan naar een efficiënt ecosysteem dat data gebaseerd is. Dus ik denk dat de conclusie eigenlijk van deze pre-analyse was dat er nood is aan een duidelijke doelstellingen en standaardisatie en een uniforme aanpak eigenlijk die zou gelden voor de hele cultuursector, de culturele erfgoedsector. En ook de duidelijke rol van het departement daarin als een regiespeler. Goed, op basis van die pre-analyse, en ik vind het wel belangrijk om jullie eventjes hier ook mee door te nemen, omdat dit ook het kader vormt voor de rest van dit betoog.
Dus op basis van die pre-analyse zijn we eigenlijk gekomen tot een aantal elementen die onze strategie zouden moeten uitmaken en die we willen implementeren eigenlijk in elk project dat we vormgeven. Dus dit is de ruimere context en dat faciliteert elke manier om te werken in een organisatorisch netwerkmodel of een ecosysteem, waarbij dat er eigenlijk dus verschillende entiteiten samenwerken om gemeenschappelijke doelstellingen te bereiken, om samen te gaan werken naar gedeelde dienstverlening en op die manier eigenlijk te kunnen fungeren tot een ecosysteem waar de som van de delen meer is dan de delen op zich. Hier zitten een aantal elementen in die ik kort gaan overlopen. Ik heb er al een aantal van aangestipt. Ik denk het data-gedreven element is heel belangrijk in de strategie die we aan het ontplooien zijn. We willen dus eigenlijk data samenbrengen vanuit verschillende applicaties. We willen die data gestandaardiseerd samenbrengen om op die manier eigenlijk ook nieuwe dingen met die data te kunnen gaan doen. Dus dat leidt tot bijvoorbeeld wat je daaronder kan zien, procesoptimalisaties. Je gaat zaken anders doen en tot samenwerkingsverbanden. Je gaat ook dingen collectief kunnen doen. Je gaat data kunnen delen en gezamenlijk zaken daar rond kunnen gaan ontwikkelen. Voorwaarde bijvoorbeeld om data-gedreven te kunnen gaan werken is natuurlijk dat je afspraken maakt over hoe dat je data op een goede manier gaat uitwisselen. En Oslo is daar een methodologie in bijvoorbeeld die dat mogelijk maakt. Het tweede element in onze strategie is ontzorging. Ontzorging en ondersteuning. Dat betekent eigenlijk dat er dus op zowel technisch vlak zaken ter beschikking worden gesteld, zodanig dat kleinere organisaties of organisaties tout court eigenlijk deel kunnen gaan uitmaken van een netwerk door gebruik te maken van collectieve dienstverleningen. Dat is de technische kant, maar als je ook kijkt op vlak van de meer soft skills, de meer menselijke kant, hoort daar ook bij natuurlijk dat er vormen van ondersteuning zijn. Denk aan opleidingen, handleidingen en tools om ook te kunnen gaan gebruik maken van het aanbod. Voordeel van ontzorging is ook dat je dingen op grotere schaal kan gaan organiseren. Denk dus effectief aan collectieve dienstverlening, zoals bijvoorbeeld een erfgoeddatabank als een collectieregistratiesysteem dat eigenlijk door vele organisaties gebruikt kan worden. Dat heeft natuurlijk effecten op kostenbesparingen, op schaligheid en zo. Dat spreekt voor zich. Nog een element hierin is de internationale afstemming. Moet ik jullie niet vertellen dat dat belangrijk is, omdat er ook heel veel standaarden natuurlijk internationaal vigeren. En het is natuurlijk onnozel om nieuwe standaarden te gaan uitvinden. Het Oslo-model cultureel erfgoed is dan ook gebaseerd eigenlijk op internationale standaarden. Goed, de onderliggende zaken heb ik al kort vermeld, dus daar ga ik jullie nu niet meer mee lastigvallen. Maar misschien eventjes dit toch nog, voordat we effectief in het topic van vandaag duiken. Digitale transformatie is holistisch. Dus dat betekent eigenlijk dat het dus een impact heeft op zowel productie, distributie als beleving van cultuur. En dat digitale transformatie effectief gaat over de manier waarop het digitale op processen ingrijpt en dus ook onderlinge relaties en afhankelijkheden tussen organisaties herdefinieert. We spreken dan van ecosystemen om dus die wijzigende onderlinge relaties tussen die organisaties en een collectief te gaan duiden. En zoals ik ook al zei, dus data is eigenlijk de lijm tussen al die zaken, dus de grondstof die de verschillende systemen en processen operationeel verbinden. Dus het is dus belangrijk om die reden om te kunnen gaan kijken van wat is data, waarom hebben we data nodig, hoe gaan we dat standaardiseren. Goed, misschien hier eventjes. Verder, het is holistisch digitale transformatie. Ik ga kort een aantal zaken aanhalen om aan te geven dat digitale transformatie niet enkel over digitale collecties gaat. Maar ik ga daar niet op ingaan. Doelgericht digitaal transformeren is een project dat ook in het kader van relance eigenlijk loopt en dat erop gericht is om eigenlijk alles rond cultuurparticipatie te gaan standaardiseren en daar ook een betere match tussen vraag en aanbod te genereren. Er staat een link in deze presentatie naar een webinar dat we een maand geleden hebben opgenomen. Ik stel voor dat, mochten jullie daar meer informatie rond wensen, dat jullie daar eens gaan kijken. Een tweede zaak is digitaal leiderschap, omdat toch wel belangrijk is om net die holistische blik te kunnen gaan garanderen, is het belangrijk dat eigenlijk een organisatie op verschillende manieren nadenkt of de impact van digitale transformatie op verschillende manieren eigenlijk probeert te bekijken. Dat gaat ook over hoe dat je organisatie zelf vormgeeft, hoe dat je eigenlijk strategisch daarmee om probeert te gaan. Hoe zich dat bijvoorbeeld vertaalt naar
een personeelsbeleid, zich ook dat vertaalt naar resources die je beschikbaar stelt voor digitale transformatie. Het gaat ook over samenwerkingen met anderen. Dus denk terug aan die gedeelde diensten, denk terug aan de netwerkaanpak. En dat gaat dus ook over het feit van hoe dat je eigenlijk met je klant omgaat, met je publiek. Dus het is holistisch en eigenlijk het digitaal leiderschapstraject dat Cultuur Connect voor ons nu voor de tweede keer gaat uitrollen. Dat gaat eigenlijk op al die elementen in en probeert eigenlijk een heel duidelijke blik te geven van digitale transformatie met de hoop om ook echt daar ambassadeurs voor te gaan creëren. Dus echt wel gebaseerd eigenlijk, of gericht beter gezegd, op leiders, op het management van een organisatie. Om eigenlijk op dat niveau echt te proberen om dus een mindshift te creëren op vlak van digitale transformatie. De indien datum van de huidige call, die op volgend academiejaar zal lopen, die is nog net niet afgesloten. Ik heb al gemerkt dat er veel interesse is vanuit cultureel erfgoed, wat een hele goede zaak is. Maar dus de call staat nog open, mocht daar interesse in zijn. Maar goed, misschien nu naar de essentie van deze sessie. Een digitale basisinfrastructuur voor de duurzame omgang met digitale collecties. Ik ga even een stapje verder zetten. Voilà. Dus, en ik verwijs hierbij eventjes naar een passage uit de strategische visie nota cultureel erfgoed van vorig jaar, waar dat eigenlijk deze oefening aangekondigd is. Dus jullie kennen de strategische visie nota wellicht allemaal wel. Ik ga ook deze slides niet voorlezen. Ik wil er een aantal topics uithalen om de oefening te duiden. In de strategische visienota wordt gezegd van kijk, ja, een efficiënte manier om de digitale transformatie op een positieve manier aan te pakken is dat we echt gaan naar een netwerkmodel waarin dat er inderdaad op een ecosysteemachtige manier gewerkt wordt en dat ook de zaken die ontwikkeld worden eigenlijk op een goede manier op elkaar aansluiten. Dat is een eerste element. Een tweede element is ook dat netwerkmodel voor een stuk gaat een antwoord moeten geven op hoe dat dus die collectieve dienstverleningen, zoals ik al vermeldde, collectieregistratie, want er zijn er ook nog andere, dat die eigenlijk op een goede manier kunnen georganiseerd worden, op een duurzame manier, ook rekening houdend met bijvoorbeeld exploitatiekosten en zo, zodanig dat die eigenlijk ook duurzaam ter beschikking kunnen staan van sectoren. En een derde element dat we eigenlijk dan uit de strategische visie nota leren is dat er een stappenplan gaat opgeleverd worden wat eigenlijk uitspraken gaat doen over hoe zo'n model er gaat kunnen uitzien. En de oefening die we vandaag presenteren, of waar we een stand van zaken van presenteren, beter gezegd, moet leiden tot dat stappenplan en moet ergens aangeven hoe dat een ecosysteem er kan uitzien, wat daar de componenten van zijn in functie van, zoals al gezegd, dus het ontsluiten duurzaam ontsluiten van digitale collecties en ook welke initiatieven dat daar eigenlijk dan voor moeten genomen worden of al aan het nemen zijn. Dus dat is een beetje de tekening die we vandaag willen presenteren. Dit heb ik gezegd. Het gaat dus over het duurzaam omgaan met digitale content in functie van hergebruik. Misschien dit nog eventjes. Er is een hoeveelheid aan projecten eigenlijk lopende of gestart, mede door Relance. En dat kan soms verwarrend overkomen. Ik merk soms als ik met mensen babbel dat het niet helemaal duidelijk is hoe de zaken zich positioneren. Dat is ook denk ik voor een stukje te wijten aan hoe dat de zaken ontwikkeld zijn. Maar de bedoeling van deze oefening, van de business case, is effectief wel om al die projecten eigenlijk op een goede manier een plaatsje te geven. Ik heb er al een aantal zaken van vermeld. Bijvoorbeeld erfgoeddatabanken is een bouwsteen die eigenlijk ertoe zal moeten leiden dat dus collecties op een goede manier geregistreerd worden. Een ontzorgend iets voor de minder mature spelers natuurlijk. Maar dat moet je zeker zo bekijken. Het virtueel museum dan bijvoorbeeld is dan weer een soort van kanaal dat eigenlijk de ontsluiting van digitale collecties, of van collecties beter gezegd, op zich gaat kunnen nemen en zal er ook features rond ontwikkelen. En zo kan je eigenlijk alle elementen of alle projecten die momenteel lopen eigenlijk kunnen gaan terugbrengen tot het stappenplan. Als een element dat zal moeten uitgewerkt worden of dat een bepaalde functie in dat ecosysteem inneemt. Misschien nog dit als mijn laatste slide. We spreken dus over een roadmap. Dat is denk ik heel
terecht een roadmap, dus dat initiatieven opkomen die eigenlijk dus die basisinfrastructuur kunnen gaan vormen. En het is denk ik ook toch wel belangrijk om nog mee te geven dat die basisinfrastructuur, dat die voor een stukje natuurlijk een techniciteit inhoudt en je gaat de dingen bouwen, maar het gaat veel verder dan puur het technische verhaal. Er zit ook een organisatorisch luik in. Hoe ga je effectief dat ecosysteem aansturen? Hoe zorg je ervoor dat je ook input krijgt voor eventueel nieuwe ontwikkelingen? Hoe organiseer je op een goede manier? Het gaat natuurlijk ook over financiële zaken. Hè, van hoe kan je ervoor zorgen dat er effectief ook duurzame middelen zijn, dat dingen duurzaam kunnen ontwikkeld worden, dat de exploitatie wordt voorzien en zo meer. Er staan natuurlijk ook juridische aspecten aan. Daar ga je zelfs ook meer over horen. Van, hè. Dus hoe moet je met data omgaan? Wat met copyright? Wat met persoonsgegevens indien van toepassing? Dat is natuurlijk ook belangrijk. En dan heb je natuurlijk ook het inhoudelijke, wat misschien eerder had moeten zeggen dan de rest. Wat eigenlijk gaat over metadata, ontsluitingskanalen. Je gaat ook dingen gaan ontwikkelen. Dus het gaat ook over het ter beschikking stellen, het meerkanaalstrategie, waarbij dat je effectief moet ervoor zorgen dat de content zo breed mogelijk gedeeld wordt. Maar ook in de eigen contexten natuurlijk. Dus ik denk dat dit mijn laatste slide is. Ja. Voilà. Ik geef nu graag het woord door aan Philippe Borloo, die jullie meer gaat vertellen over wat we momenteel met deze oefening staan en hoe dat jullie eventueel ook daar nog een actieve inbreng in kunnen hebben als jullie daar geïnteresseerd in zijn. Dus Philippe, het woord is aan jou. Philippe, camera en micro, alsjeblieft. Excuseer, ik was al volop aan het vertellen, maar zo gaat het beter gaan. Goedemorgen. Dus het volgende stukje van het verhaal gaat over waar we nu staan met het project. De bedoeling is om jullie een update te geven van wat we tot nu toe hebben gedaan. Dus het project is in juli 2021 begonnen. Dan is er een kernteam samengesteld met partners vanuit de sector. De eerste fase van het project was een tiental interviews en een tiental meetings en gesprekken met verschillende spelers binnen de sector om het landschap nog eens goed in kaart te brengen en de verwachtingen en de behoeften nog eens duidelijk te stellen. Uit die interviews en die eerste analyse is een focusdag gekomen. Initieel was dat een focusgroep met een 10, 20-tal mensen, maar uiteindelijk is dat een hele dag geworden met meer dan 100 deelnemers. En daar hebben we rond 8 thema's, presentaties en workshops gehouden. Uit die oefening zijn een aantal vragen naar boven gekomen, maar die waren niet in lijn met wat wij eigenlijk verwacht hadden. Wij dachten dat het ging gaan meer over technische vragen en meer over thema's, maar uiteindelijk waren dat zeer algemene vragen en was er heel veel overlap tussen de vragen uit de verschillende workshops. Dus hebben we een functionele tekening gemaakt die ik jullie zo meteen ga presenteren, waarin we alle behoeften en verwachtingen die we uit de focusdag en de interviews in kaart hadden gebracht, hebben proberen samen te vatten. En die tekening is de basis geworden dan om een aantal oplossingen te definiëren die tijdens de workshops die nu pas afgelopen zijn, zijn uitgediept met experten uit het veld. En dat zijn experten zowel uit de sector, maar ook digitale experten uit andere delen van de overheid en andere organisaties en ook een aantal academische partners van verschillende universiteiten en instellingen, onder andere UGent, Universiteit Antwerpen, VUB, KU Leuven en Thomas Moor waren betrokken in de verschillende workshops. Al deze informatie die dus tijdens de workshops gegenereerd wordt, dat gebeurt in de vorm van projectfiches. En vandaag ga ik met jullie de output van die verschillende fiches kort bespreken. Maar uiteindelijk kun je die allemaal gaan vinden op ons BPART-platform, waar we die gaan publiceren en waar we jullie ook feedback kunnen geven op deze fiches.
Over de zomer gaan we nog een eindrapport schrijven waarin we de conclusies van heel deze oefening gaan in kaart brengen, samen met een roadmap, want dat is uiteindelijk de bedoeling, zoals Hans al zei, de bedoeling is om een stappenplan te komen. We hebben dat roadmap stappenplan, waarin we de oplossingen gaan over de tijd spreiden en zeggen hoe gaan we nu die basisinfrastructuur kunnen realiseren. En we willen daarbij beginnen met een aantal proof of concept en pilootprojecten om te zorgen dat het zo snel mogelijk concreet wordt. Zoeken naar de volgende slide. Zo. Dus zoals ik al zei, de focusdag daaruit is één tekening gekomen. Je ziet hier de verschillende thema's waar rond er workshops gegeven werden. En uit die thema's zijn een aantal vragen gekomen die we in deze tekening hebben vertaald. Daarnaast is het ook belangrijk dat we daarvoor ook hebben samengezeten met mensen van het project Doelgericht Digitale Transformeren en met de mensen van het Virtueel Museum. En ook daar de connecties gemaakt hebben tussen die projecten en wat er op vlak van collectiebeheer naar boven is gekomen. De functionele tekening vertelt eigenlijk het verhaal van hoe we informatie die door erfgoedmedewerkers geregistreerd worden, kunnen gebruiken om de gebruikservaring van cultuurparticipanten of onze gebruikers, zeg maar, zo goed mogelijk te maken. Om dat te doen zien we dat er verschillende soorten informatie is. We gebruiken heel vaak de term data en informatie, maar wij hebben dat opgedeeld in vier dimensies. We hebben aan de ene kant inhoud, dat is dus beschrijvingen en dergelijke. Je hebt aan de andere kant alles wat media is, documenten, foto's, video's, 3D-files. We hebben een heel pak metadata, dus beschrijvende data, en dan heel veel links en verbanden tussen de inhoud uit de collecties, maar ook tussen die inhoud en andere bronnen. Al die informatie hebben we dus nodig om een goed verhaal naar onze cultuurparticipant te brengen. En om dat te doen, hebben we drie grote stappen geïdentificeerd. Eerst en vooral wordt de informatie gegenereerd op niveau van collectieregistratie. Dan wordt er in het mid-office verrijkt. Hier wordt de data uitgebreid en verdiept. En tenslotte wordt die gebruikt om verhalen te vertellen en ontsloten volgens een hele wijde waaier van kanalen. Dus dat is de essentie van onze tekening. Daarnaast hebben we ook gemerkt dat er een heel pak verrijkende diensten zijn die ook essentieel zijn. Dat gaat dan aan de ene kant om het gebruik van platformen voor crowdsourcing en AI, die steeds meer in onze sector gebruikt worden, zowel om de registratie, maar ook voor de verrijking en de ontsluiting efficiënter en makkelijker te maken. En tenslotte zijn er ook een heel pak bronnen van data die essentieel zijn om ons heel proces vlot te laten verlopen. Dus dat zijn de verschillende elementen die we uit onze workshops hebben geïdentificeerd en die we in deze tekening hebben proberen duidelijk te maken als een end-to-end verhaal. Maar zoals je ziet, dit is een functioneel verhaal, maar nog altijd geen basisinfrastructuur. Dus de volgende stap in onze oefening was om vanuit deze tekening te gaan kijken naar welke zijn de elementen die we nodig hebben om vanuit deze functionele tekening echt een basisinfrastructuur te gaan definiëren. En daar zijn we geland op een 13 componenten. Aan de ene kant, aan de bron, zijn er een aantal systemen voor collectiebeheer. Dat gaat niet alleen over de klassieke collectiebeheersystemen, maar ook we werkten ook samen met Archiefpunt en met de Vlaamse Erfgoedbibliotheken. Dus in deze blok die we collectiebeheer hebben genoemd, zit eigenlijk ook een heel pak archief- en erfgoedbibliotheekdata. Daarnaast hebben we een duidelijke behoefte voor mediabeheer en dus een DAMS-systeem. En we zien ook dat er een grote behoefte is om de rechten en de licenties die daarop toepasselijk zijn te gaan beheren. Deze blokken zijn in het groen, het lichtblauw getekend, omdat dat projecten zijn die eigenlijk al lopen. Dus daar zijn, dit project loopt bij Memo en dit project wordt momenteel door de samenwerking tussen de stad Antwerpen en Gent gebouwd. Dus dat zijn lopende projecten. Daarnaast zijn er ook een aantal projecten die op komst zijn, waar we hopelijk in de loop van de komende weken van weten of ze al dan niet van start kunnen gaan. En dat is één project waarin een combinatie van AI-tools, crowdsourcing en IIIF, dus de beeldenhub, wordt gebouwd. Dus dat project is ook in aankomst. En dan is er ook een hele grote behoefte om een leer- en kennisplatform te bouwen om al deze dingen te ondersteunen. En dan tenslotte kom ik bij de blauwe bollen. En dat zijn eigenlijk de elementen waar we van gemerkt hebben dat die wel voor een stuk al bestaan in de sector, maar dat er daar toch nog een grote behoefte is om te kijken hoe we die op een Vlaams niveau kunnen gaan uitbouwen en uitrollen. En dus hebben we als aanpak gekozen om voor elk van die blokken
Behalve deze vier in het midden, daar hebben we één reeks van workshops van gemaakt. Maar voor elke andere hebben we aparte workshops gedaan met experten uit het veld om te gaan kijken van hoe gaan we daaraan werken om die één te analyseren van wat moeten we daar allemaal doen, hoe moeten we die oplossing beschrijven, wat zijn de ambities en de verwachtingen daar die we nodig hebben. En dan om te gaan kijken van hoe gaan we daar iets concreets van maken, een plan van maken om die te realiseren. En net als wat Hans daarnet al toonde, is het heel belangrijk in onze context dat we als we over een basisinfrastructuur praten, dat we niet alleen kijken naar het technische deel ervan, maar ook kijken naar het duurzame aspect van hoe gaan we dat één bouwen natuurlijk, maar hoe gaan we zorgen dat het op termijn gebruikt wordt, dat het op termijn blijft bestaan, onderhouden wordt, upgedate wordt. Want zoals jullie allemaal weten, er is niks erger dan een mooi stuk technologie dat 3 jaar niet evolueert en daar dan een beetje verloren staat. Dus dat is een heel belangrijk aspect van ons project, is om naast het definiëren van elk van die bouwstenen ook te kijken naar hoe we dat op lange termijn op een duurzame manier kunnen gaan doen. Ik ga door de slides momenteel, maar als jullie vragen hebben, jullie kunnen die stellen in de chat en dan worden die op het einde van de sessie beantwoord. Dus als er hier nog dingen niet duidelijk zijn of zo, twijfel niet, stel gerust de vragen en we komen er dan straks zeker op terug. Dus we zijn gaan werken met die groepen van experten rond elk van die oplossingsfiches en hebben een soort canvasmodel gekozen, waarbij we voor elk van die oplossingen kijken naar wat zijn de ambities, wat zijn de doelstellingen en de doelgroepen die we ermee willen bereiken, welke ervaring willen we aan de gebruikers geven, welke partners moeten we erbij betrekken om die oplossing te kunnen realiseren, wat zijn de grootste voor- en nadelen voor de verschillende betrokkenen, zijn er ook risico's, wat gebeurt er als dingen fout zijn, zijn er bepaalde zaken waar we rekening moeten mee houden. Hans vermeldde daar straks al het juridische aspect, dat komt hier dan ook heel vaak bij, het beheer van licenties en zorgen dat die in orde zijn. Ten slotte hebben we dan gekeken van hoe kunnen we deze herleiden naar technische bouwstenen en welke ondersteunende diensten gaan we nodig hebben om deze ambities te kunnen waarmaken. Voor elk van de blokken hebben we deze fiche ingevuld in een co-creatie manier. Dus we hebben workshops gehad waar we samen aan het Word-document werkten en eigenlijk paragraaf na paragraaf, hoofdstuk na hoofdstuk hebben gediscussieerd tot er een consensus was tot de betrokkenen. En dit zijn de documenten die we straks ook op ons BPART-platform gaan delen en waar jullie dan hopelijk ook jullie feedback en commentaar nog op kunnen geven. Uit die workshops, dus in totaal zijn er 2 keer 8 workshops geweest om de verschillende oplossingen te definiëren, zijn een aantal algemene conclusies gekomen en die komen ook vaak terug in de volgende slides, zoals jullie zullen zien. Een heel belangrijke daarvan is dat we merken dat heel veel van ons, van mensen die in dit domein actief zijn, dat we toch beter moeten communiceren met onze directies. Waarom? Omdat we toch vanuit veel workshops en vanuit veel interviews, ook vanuit het begin van het project, toch vaak gehoord hebben dat er dus een disconnect is tussen de doelstellingen en de verwachtingen van de organisaties en hun directies en wat wij aan het doen zijn. Dus dat mensen niet goed begrijpen van wat gaat dat mij opbrengen en waarom is dit belangrijk. En die boodschap moeten we zeker gaan verwoorden en gaan zorgen dat wij jullie de tools geven om dat beter te doen. En dus punt van digitale maturiteit is al een paar keer gevallen vandaag en dat is een zeer belangrijk aspect van dit project ook. Hoe zorgen we dat we de hele sector op dezelfde hoogte krijgen en op dezelfde niveau van kennis en inzicht in de digitale aspecten van wat we doen. En dat is een heel belangrijke zaak die altijd terugkomt. En dat geldt dus ook van op de vloer, de mensen die met de projecten en zo bezig zijn, maar ook tot op het beslissingsniveau om te zorgen dat er daar de juiste strategische keuzes worden gemaakt. Dat gezegd zijnde, iedereen is wel bezig met projecten rond de basisregistratie en de inhaalmanoeuvres om zoveel mogelijk te digitaliseren. Die kwaliteitsvolle en consistente registratie is essentieel. Want dat komt in alle workshops naar boven. Zonder goede data kunnen we niks doen. Niet rond AI, niet rond ontsluiting, niet rond het bouwen van mooie producten. Maar om dat te bereiken is er echt wel veel meer kennis en begeleiding nodig vanuit
de verschillende ondersteunende organisaties naar de sector. Dus een vraag die consistent terugkomt doorheen heel dit project is een vraag naar meer begeleiding. En dat woord is heel belangrijk, want er is heel veel kennis. Er zijn heel veel online platformen met informatie. Er is heel veel interessante inhoud te lezen over digitalisering. Maar waar de meeste mensen naar op zoek zijn, is echt begeleiding van niet waar we binnen 5 jaar of binnen 3 jaar willen zijn, maar wat doe ik morgen om daar te raken. En dat is dus ook een essentieel deel van deze basisinfrastructuuroefening geworden. Hoe gaan we de mensen begeleiden? Daarnaast is er ook een duidelijke behoefte naar een basisinfrastructuur en een architectuur daar rond, met een aantal duidelijke bouwstenen die over de projecten heen kan lopen. En dan spreek ik niet alleen over de lopende projecten zoals die al vandaag al een aantal keren vermeld zijn, het Virtueel Museum, dit project, doelgericht digitaal transformeren, maar ook alle projecten binnen de sector waar mensen aan werken, waar heel veel van de bouwstenen die we vandaag gaan bespreken eigenlijk telkens opnieuw worden gebruikt en dus herbruikbaar zouden moeten zijn en waar we echt naar een gedeelde manier van werking willen gaan. Maar het is ook wel belangrijk om die scope te bepalen. Wie gaan we daarmee toegang toe geven? Wie kan er al dan niet bij betrokken zijn? Veel projecten beginnen met het idee van ja, alles moet open zijn en we publiceren het voor iedereen, maar dan komen we snel bij de beperkingen, ja, maar wat als mensen dat commercieel gaan gebruiken? Wat als mensen die inhoud gaan gebruiken op nieuwe manieren die wij niet bedacht hebben? Kunnen we dat zomaar doen? Dus dat soort vragen komen zeer terug. Dus het is heel belangrijk om goed uit te lijnen van wie is er allemaal betrokken bij dit project en wat zijn de bouwstenen die we aan wie gaan aanbieden en wat kunnen ze daarmee doen? Dus heel die herdefiniëring van de doelgroepen, dat is ook een aspect van het project dat in de volgende fase zeer belangrijk zal zijn. En wat we zeker nog moeten doen. Daarnaast zijn er ook een aantal belangrijke keuzes die gemaakt moeten worden op een algemeen niveau rond het beheer, de financiering en het onderhoud van de bouwstenen. We merken doorheen de workshops meer en meer dat er gedeelde elementen zijn. Dus niet alleen tussen de verschillende elementen van onze basisinfrastructuur voor collectiebeheer, maar ook daarbuiten. En daarnaast moeten er natuurlijk ook een aantal strategische vragen beantwoord worden. Als we een basisinfrastructuur bouwen, moeten er ook keuzes gemaakt worden rond zaken zoals het hosten van video's. Hoe gaan we met streaming data om? Want zoals je weet, als je daar succesvol mee bent, ja, dat heeft een enorm impact op je infrastructuur en op het gebruik en op de kosten die daarmee geassocieerd worden. Dus dat zijn zeer belangrijke keuzes die we moeten maken om de oplossingen op een goede manier te kunnen uitrollen en implementeren. Dus tot zover de algemene conclusies die dus over alle workshops heen waren. Een aantal daarvan komen wel terug in de verschillende specifieke oplossingen. Ik ga daar dan ook niet te veel op ingaan. Ik ga ervan uit dat die hier gecoverd zijn en we kunnen daar altijd later nog op terugkomen natuurlijk. Dan gaan we kijken naar de verschillende specifieke workshops die we gehad hebben en de verschillende conclusies die eruit gekomen zijn. Dus een van de belangrijke, van de eerste workshops ging rond het aspect van crowdsourcing. En daar is een heel belangrijk aspect dat de behoeften en de verwachtingen van de mensen die crowdsourcing willen gebruiken, dat noemen wij de initiatiefnemers, en de deelnemers, dus de mensen die met crowdsourcing gaan dingen doen, dat we die beter in kaart moeten brengen. Waarom? Vandaag worden die projecten of die technologie heel veel gebruikt ter ondersteuning van bijvoorbeeld AI, waarbij een artificial intelligence een eerste analyse doet van foto's en mensen uit de crowd, dus die actieve deelnemers, die data gaan valideren en gaan aanvullen. Maar we zien dat er toch een heel pak andere mogelijke projecten leven binnen de sector. En dus die moeten we ook in kaart brengen en die moeten we ook duidelijk definiëren. Nu, het eerste project dat ik daar straks al beschreef, waarom crowdsourcing gaat gewerkt worden, daar zit ook een stukje analyse in, waarbij we met een aantal mensen gaan praten om die behoefte duidelijk in kaart te brengen. Maar het is wel belangrijk dat ook van jullie via het BIPART online platform feedback krijgen van wat jullie allemaal als mogelijke projecten zien rond die verschillende oplossingen die we hier vandaag beschrijven. Dus graag, als jullie willen, help mee en geef ons feedback. We zijn ook tot de conclusie gekomen dat is altijd een evenwichtsoefening in dit project, dat er een aantal technische oplossingen zijn. Dus er is niet dat elke oplossing of elke bouwsteen één technisch platform of één technisch tool beslaat. Momenteel zijn er in het Vlaamse cultuurlandschap een aantal oplossingen
actief. Het grootste platform dat gebruikt wordt voor crowdsourcing is DoDat. Dat is een platform dat door de plantentuin van Meissen werd ontwikkeld. En daarnaast ook Madoc, wat een nieuw platform is dat vanuit de academische wereld komt, maar ook heel erg geschikt is voor de typische projecten die wij doen. Daarnaast is het ook belangrijk dat de rollen heel duidelijk gedefinieerd worden. Dat is een les die we heel snel geleerd hebben vanuit dit project, is dat we heel erg goed moesten werken rond definiëren van wie doet wat en wat zijn de verschillende termen en rollen die we gebruiken in onze documenten. Want daar is snel al een dubbelzinnigheid als je kijkt dat die documenten gaan gelezen worden door zowel technische als operationele als leidinggevende mensen. En dus zijn we ook heel erg bezig geweest met het definiëren van wie zijn de verschillende betrokkenen bij zo'n project en wat zijn hun rollen en hoe gaan we die rollen beschrijven doorheen die verschillende documenten. Bij het crowdsourcing platform is het zeer belangrijk dat je aan de ene kant dus partners hebt die de technologie bouwen, aan de andere kant mensen die een platform beheren en dus ook de relatie met de verschillende betrokkenen, de crowd eigenlijk. Maar dan zijn er ook de mensen die, dus zoals we daar net al zeiden, initiatiefnemers zijn, die dat platform willen gebruiken. En die ook die hebben alle drie erg andere verwachtingen en behoeften. En die moeten goed in kaart gebracht worden. Ten slotte is een heel belangrijk aspect, en dat komt altijd terug in deze oefeningen, hè, van een crowdsourcing project, niet zozeer de technologie, maar vooral de investering en de tijd die je moet besteden om de mensen die betrokken zijn bij je project, die deelnemers of die crowd, om die actief te gaan beheren, te betrekken, te zorgen dat die gemotiveerd en actief blijven om deel te nemen aan je project. Dus dat zijn aspecten die heel veel naar boven gekomen zijn, dus dat menselijke en dat beheer van die verschillende bouwstenen. De volgende workshops en het volgende document ging over artificiële intelligentie. Daar hebben we eigenlijk een heel interessante conclusie gemaakt, want waar wij dachten dat het heel technisch zou worden, ging het eigenlijk over twee grote aspecten van projecten rond artificiële intelligentie. Eén, dat de data essentieel is. De databronnen die we hebben, die bepalen hoe goed een AI kan leren en hoe goed die AI gaat werken. Dus als we niet opnieuw terugkomen naar onze basis van goed geregistreerde data, ja, dan stopt het hele verhaal. Daarnaast is het ook heel een belangrijk aspect dat we hier eerder geland zijn op een proces van hoe gaan we met AI om en hoe gaan we hiermee werken. Eerder dan technologie, want wat de conclusies waren van de verschillende deelnemers aan deze workshops, was dat de technologie zo snel evolueert dat het eigenlijk bijna onzinnig is om ons vast te pinnen op een bepaalde technische oplossing, maar dat het wel heel belangrijk is dat we een vaste manier van werken hebben, dat we een consistente manier van werken hebben doorheen die projecten en ook daar dat we datastandaarden gebruiken zoals Oslo om te zorgen dat de datasets kunnen uitgebreid en kunnen worden en kunnen groeien, maar ook dat de data die uit die systemen komt terug kan vloeien naar de verschillende bronsystemen, want dat is essentieel dat die loop gemaakt kan worden. Er is geen punt om artificiële intelligentie en te laten leren en dingen te doen met onze data en met onze informatie, om dan eigenlijk die niet te kunnen op een goede manier herintegreren in onze platformen en onze systemen. Een ander aspect dat daar naar boven kwam, is dat die validatie kan gebeuren door crowdsourcing, zoals we uit het vorige slide al, zoals we in de vorige slide al besproken hebben. Maar dat kan ook door heel andere groepen zijn. Dus heel vaak zijn dat de registratoren van de collecties die dat gaan valideren. Maar op termijn kunnen dat ook experten zijn vanuit andere groepen die kunnen meehelpen om die data uit de AI te verfijnen en te verbeteren. En dat is zeker nog nodig, zeker in de eerste fase van zo'n project. Dus ook hier weer al heel erg belangrijk dat menselijke aspect goed in kaart wordt gebracht en wordt gebruikt. Dus zoals ik al zei, de andere conclusie is dat de technologie altijd volgt, maar dat we die daar niet op kunnen vastpinnen. Nog één aspect, sorry dat ik merk dat we hier nog niet hebben op de slide staan, maar dat wel belangrijk is,
is dat artificiële intelligentie ook meer en meer online platformen gebruikt. En dat het ook een heel belangrijk aspect is dat we centraal kunnen elkaar helpen door goede afspraken te maken met de mensen die die verschillende AI-oplossingen beheren, om zo kosten te delen en goede prijsonderhandelingen te kunnen maken. Dus dat is ook een aspect van die duurzaamheid dat naar boven is gekomen tijdens deze workshop. Dan een ander aspect dat naar boven is gekomen op onze tekening was het concept van een termennetwerk. Dus in Nederland bestaat dat al. Wat is een termennetwerk? Dat is eigenlijk een tussenlaag die ons toelaat om data uit verschillende externe bronnen, maar ook bronnen uit ons eigen sector en uit ons eigen veld te gebruiken. En om daar een soort een aantal standaarden rond te bouwen, zodat die data op een consistente manier gebruikt kan worden doorheen het hele verhaal dat we vandaag verteld hebben. Dus vanaf de registratie tot en met de ontsluiting en ook vooral in de verrijking is het heel belangrijk dat die externe bronnen op een consistente manier gebruikt worden. En dat is de rol die een termennetwerk kan spelen. Onze oefening zijn we iets verder gegaan dan wat onze collega's in Nederland hebben gedaan. In Nederland is het echt een doorgeefluik. Dus daar wordt gewoon data uitgewisseld. Maar in Vlaanderen zagen we toch een belangrijk aspect, als een belangrijk aspect van het termennetwerk, die menselijke factor weer. Dus het feit dat we als vanuit de Vlaamse cultuursector een trekkersrol moeten opnemen en dus ook meewerken aan het beheer van de integratie met die externe bronnen, het uitwisselen van data, zowel vanuit Vlaanderen, omdat we heel veel interessante data hebben die vandaag niet in de globale bronnen terechtkomen, als bij het lokaliseren van de data uit die internationale bronnen. Dus al die bronnen zoals de AAT, Thesauri, die zijn ook gelokaliseerd. Dus daar kunnen Nederlandstalige datasets aan geassocieerd worden, die dan weer al helpen bij het snel uitrollen van meertalige oplossingen. Dus daar is ook heel duidelijk naar boven gekomen dat we daar een soort samenwerking moeten maken. Er is heel veel expertise over dit onderwerp in Vlaanderen beschikbaar. Maar eigenlijk is er geen formele samenwerking en dat was een van de zaken waar we zeker naartoe willen werken. Dus zorgen dat er een betere samenwerking is tussen de experten en eventueel ook een centraal team dat tijd en middelen heeft om die trekkersrol te spelen en dit in Vlaanderen te gaan op gang trekken, zeg maar. Dus Nederland, zoals ik al zei, zitten andere doelstellingen, maar er is wel heel veel mogelijkheid om samen te werken. Technisch gezien zijn er heel veel raakpunten. Wij hebben het voordeel, omdat we met Oslo werken, dat we al heel snel aan de slag kunnen met bepaalde datasets, omdat die gestandaardiseerd zijn, terwijl zij nog vaak bezig zijn met het mappen en herorganiseren van data. Dat zouden wij minder moeten doen. Aan de andere kant hebben zij wel heel veel ervaring met die integraties naar die externe bronnen en daar kunnen wij zeker op verder bouwen. Dus daar zijn we aan het kijken naar een samenwerking op vlak van technologie met onze collega's in Nederland en ook het verder uitbouwen van de Oslo-standaarden om dus ook rond metadata, de inhoudelijke metadata, meer standaarden te gaan bouwen. We hebben ook geconcludeerd vanuit deze groep dat we eerst en vooral moeten focussen op zorgen dat de registraties goed lopen en dat er daar veel verrijking is vanuit die externe en interne bronnen. En daarvoor is het ook belangrijk om de relatie met de verschillende leveranciers te gaan beheren. Nu, daarvoor werken we ook nauw samen met Memo, die momenteel aan het werken zijn aan een nieuwe versie van de erfgoeddatabanken en een project om dit uit te rollen naar de verschillende gebruikers van Erfgoed Plus en Erfgoed Inzicht. En daar zijn we ook aan het kijken hoe dat we dat termennetwerk mogelijk kunnen mee met hun integreren. Het kennis- en leerplatform, daar hebben we twee workshops gehad. Ik ga die eerste gewoon overslaan, want in de eerste zijn we nogal erg gaan kijken naar technologie en platformen. Maar eigenlijk hebben we in de tweede workshop hebben we gewoon geconcludeerd dat we daar niet op moeten focussen. En dat het belangrijkste is, gezien de vraag vanuit de sector voor ondersteuning, dat we eerst eens goed werken rond wat we vroeger de erfgoedconsulenten noemen. We hebben die term voorlopig behouden, maar op termijn moeten we die mogelijk veranderen. En dat we vanuit dat we die groep van mensen, dus die mensen die we in het veld gaan sturen om de sector te ondersteunen bij de digitalisering, dat we die groep beter in kaart moeten brengen en zorgen dat er tussen die mensen een betere samenwerking is.
met kennisdeling, technische kennisdeling, inhoudelijke kennisdeling en ook een netwerk, zodat ze weten hoe ze op elkaar kunnen rekenen voor bepaalde specialisaties. Want dat is eigenlijk de essentie van de vraag van de meeste mensen in de sector. Ondersteun ons door mensen naar ons te sturen die ons kunnen helpen met onze concrete problemen, die ons kunnen op weg helpen met onze nieuwe projecten en die ons kunnen begeleiden in het definiëren en het uitwerken van strategieën en plannen voor de toekomst. Dus hebben we ook gezegd, laat ons daarop focussen, eerder dan op grote platformen en op het integreren van technologieën en zo. Laat ons gewoon focussen op deze menselijke mensen en zorgen dat zij de tools hebben om beter samen te werken en kennis te delen onder elkaar. Om te zorgen dat ze ook heel veel van de ervaring die ze hebben delen met elkaar, want er zit heel veel overlap in. Maar er zijn dan ook natuurlijk zeer specifieke kennis die ze hebben op basis van de verschillende doelgroepen die ze ondersteunen. Dus dat is eigenlijk de conclusie geworden van deze workshop. En dan zouden we uit die samenwerking eigenlijk willen verder bouwen om daar dan een beter kennis- en leerplatform te laten groeien. Maar onze focus initieel zou dus liggen op het uitwerken van een beter netwerk van adviseurs om naar de sector te sturen. Dus opnieuw een heel pragmatisch en mensgericht oplossing eerder dan een technologiegerichte oplossing. Bij de storytelling workshops was er heel veel discussie rond definiëren wat is er nu eigenlijk echt nodig. En uiteindelijk was de conclusie dat de grootste doelstelling moet zijn dat we faciliteren. Dat we mensen helpen om digitale verhalen te gaan vertellen. En waarom is dat aspect digitaal verhaal te vertellen? We gaan natuurlijk niet zeggen dat mensen die in de sector zijn geen verhalen kunnen vertellen. Als je een museum binnenwandelt, dat is een levend verhaal. Dus we weten dat jullie dat kunnen. Maar waar dat we merken dat er heel veel, dat er mogelijke behoefte is, is om te kijken van hoe ga je dat nu op een digitale manier doen? Om dat zoveel mogelijk te laten aansluiten bij wat je in de fysieke wereld doet, bij de collecties die je hebt, bij de locaties die je hebt. En daarvoor moeten er aan de ene kant technieken en tools zijn, maar ook is het ook belangrijk dat er mensen met de juiste skills binnen de organisaties in de sector aanwezig zijn, dat die ook ondersteund worden door ons en door de specialisten en de ondersteunende organisaties in de sector. En dat die ook naast de traditionele manieren van een verhaal te vertellen in de website of een app, dat die ook naar andere kanalen kijken. Dus hoe gaan we sociale media beter gebruiken? Hoe gaan we andere internationale kanalen beter gebruiken? Maar ook bijvoorbeeld, hoe gaan we die verhalen binnen het museum vertellen? Met kiosken, met AR, met VR. Er zijn heel veel technieken en technologieën die beschikbaar zijn en die eigenlijk niet meer zo ver afstaan van wat er mogelijk is om vandaag te realiseren. Dus eigenlijk was dat een van de belangrijkste aspecten van onze workshop hier. Zorg dat de organisaties in staat zijn om die digitale verhalen te vertellen. En dan, eens dat gebeurd is, dan willen we wel zorgen dat die inhoud en die verhalen die gebouwd worden, dat die ook geborgen en hergebruikbaar worden gemaakt. Want vandaag is dat vaak een probleem. Er wordt enorm veel geïnvesteerd in het maken van goede communicatie, websites, apps, waar heel veel specifieke inhoud in staat. Maar eens dat die gebouwd zijn en dat het project voorbij is, dan verdwijnen die. En die verhalen, die inhoud, wat er daar gebouwd is, wordt eigenlijk niet gecapteerd binnen de sector. En dat willen we nu ook gaan in ons platform inbouwen. Dat wat er daar gegenereerd wordt, dat ook terugvloeit en dat voor herbruik beschikbaar wordt voor de mensen binnen ons ecosysteem. En dat betekent dat we dus moeten op verschillende dimensies werken. Dus werken aan, zoals we al zeiden, aan het bouwen van een netwerk van vertellers. Die mensen de creativiteit bezorgen, geven die ze nodig hebben. En de inspiratie en de middelen en ook de tools om dat te gaan doen. En dan zorgen dat die ondersteund worden door de rest van de infrastructuur. Dat ze makkelijk informatie kunnen vinden, dat ze makkelijk informatie kunnen verrijken. En dat ze makkelijk kunnen informatie integreren in hun oplossingen die ze vandaag willen gaan gebruiken. Een ander belangrijk aspect dat ook in dit verhaal naar boven kwam, op lange termijn, als we gaan combineren met wat er binnen doelgericht digitaal transformeren gebeurt, waar dat we een profiel van de cultuurparticipant gaan bouwen, is ook belangrijk dat we op termijn informatie naar mensen kunnen sturen op basis van wat hun interesses zijn binnen de cultuursector. En dat denken we ook dat lange termijn een zeer belangrijke of een interessante piste is om onze inhoud beter te gaan gebruiken.
Dan was er een heel technische sessie. We hebben er nu al twee gehad, maar we gaan er nog een paar moeten hebben. Rond wat we de mid-office hebben genoemd. Dat is onze hub waar dat alles rond draait. En daar is er duidelijk een behoefte aan samenwerking rond standaarden. Dat is ook een heel belangrijk aspect daarvan, is hoe gaan we die standaarden gebruiken en gaan we de technologieën die rond die standaarden gebouwd worden hergebruiken. Want we merken dat als we naarmate we meer standaardiseren en meer bepaalde technologieën gaan gebruiken, dat het ook mogelijk is om intelligente bouwstenen, maar ook gewoon technische componenten die één project bouwt, te gaan hergebruiken binnen andere projecten. Als we kijken naar standaarden, dan is Oslo natuurlijk de meest voor de hand liggende in de Vlaamse context. LDES is Linked Data Event Streams, is een heel belangrijke nieuwe standaard die vanuit Vlaanderen, maar samen met Europa, werd ontwikkeld. En waar we nu ook heel erg naar aan het kijken zijn, omdat het ons toelaat om complexe datasets te combineren en te publiceren. Daarnaast komen we altijd terug, en dat was ook in deze workshop naar het feit dat de kwaliteit en de consistentie in onze brondata essentieel is. Dus er wordt nu ook gewerkt aan de link te leggen tussen wat er vandaag in de bronsystemen, zoals bijvoorbeeld ADLIB gebeurt, en de nieuwe Oslo-standaarden. Waarom? Ja, het zou zonde zijn als we straks data in een Oslo-formaat gaan uitwisselen, maar blijkt dat er verschillende mensen daar verschillende interpretaties aan hebben gegeven en dat het dus technisch niet perfect matcht. Dus dat is een van de aspecten die uit de workshop heel belangrijk is naar boven gekomen. Het is goed dat we die standaarden hebben, maar nu moeten we ook zorgen dat we die binnen de sector consistent gebruiken. Dat komt dan opnieuw neer, niet alleen om het uit het technische aspect, maar ook zorgen dat er uitwisseling is, kennisdeling, begeleiding van de mensen doorheen de sector die dat willen gaan gebruiken. En dat we ook daarvoor de tools en de informatie aanbieden om dat mogelijk te maken. Een ander aspect dat opnieuw terugkomt is hoe gaan we bij die beslissingsnemers werken. Want als we gaan kijken naar zo'n hub, die mid-office waar we informatie gaan uitwisselen en verrijken, dat is technisch, dat vraagt grote investeringen. En dat blijkt toch wel heel abstract te zijn voor veel mensen. Omdat ze dus niet direct de korte termijn voordelen daarvan inzien. En daarom gaan we dus ook vanuit ons project een aantal use cases proberen te definiëren die ook een onmiddellijk impact hebben op interne werking van de organisaties. En dan kijken we vooral naar registratie, hoe kunnen we daar sneller en efficiënter werken, zorgen dat er vooringevulde datavelden zijn, zodat data herbruikt wordt vanuit verschillende bronnen en mensen sneller en efficiënter kunnen werken. Tenslotte de technische bouwstenen, daar willen we evolueren richting een open source model. Wat dat betekent dat we dus eigenlijk schaalvoordelen gaan halen door samen te werken aan dezelfde bouwstenen. En in plaats van voor elk project opnieuw een nieuw stukje technologie te gaan bouwen, gaan we proberen die bouwstenen die we hebben uit te breiden en te verrijken bij elk project. En zo die altijd beter en beter te laten maken, zodat heel de sector daar op termijn beter van wordt. Een volgende aspect is alles wat we genoemd hebben bouwdoos en templates. Waarom is dit belangrijk? Wel, er is heel veel vraag vanuit de sector om betere oplossingen te bouwen. Websites, apps, maar ook AR, VR, zoals ik daarnet al vermeldde, komen eraan. En wat hebben we gemerkt? Dat er daar eigenlijk een groot probleem is, omdat heel veel van de technologie die we gebruiken, die linked open data, de Sparkle en IIIF-technologieën die ik al vermeld heb, dat die vaak niet zo gekend zijn in de sector. Dus als je naar een klassiek agency gaat om je website mee te bouwen, dan zijn die wel heel goed in het uitwerken van strategie en communicatie richting je doelgroepen. Maar als het aankomt op hoe gaan we nu die data uit de collecties in die website of in die app integreren, dan loopt het vaak wat moeilijker. En vooral omdat er daar gewoon een gebrek aan kennis en ervaring is. En dus zien we die bouwdoos als een oplossing om daar te helpen en een aantal componenten aan te bieden die makkelijk in de typische oplossing kunnen geïntegreerd worden, waardoor die specialisten in communicatie en het bouwen van oplossingen niet de expertise moeten opbouwen rond die nieuwe technologieën om toch al een goed platform te kunnen bouwen voor jullie. Dus dat is een zeer belangrijk aspect. Daarnaast zien we ook een andere behoefte. Dus we zien die componenten voor meer complexe projecten. Maar op basis van die componenten kunnen we natuurlijk ook al kant-en-klare templates bouwen die zo herbruikbaar zijn, waardoor dat organisaties die niet de middelen hebben om een eigen
grote website of groot project te gaan bouwen, toch al snel leuke oplossingen en bruikbare oplossingen kunnen bouwen of integreren bij hun bestaande kanalen. Opnieuw, consistentie en kwalitatieve data, ja, ik ga het niet opnieuw herhalen, we hebben het al zoveel keer gezegd, zijn essentieel. En het is ook essentieel dat het beheer van die componenten en die templates op een dynamische en goede manier gebeurt. En daarvoor zouden we richting een SaaS-model gaan. Dus zorgen dat dat in een gedeeld platform zit. Waardoor we dan ook kunnen zorgen dat die altijd up-to-date blijven. Want er is niks erger dan een stuk technologie dat 3, 4 jaar niet is veranderd. En dat dan plotseling niet meer werkt of niet goed meer werkt. Dus dat zouden we willen. Dat is deel van onze duurzaamheidsaspect van dit project. Is zorgen dat dat ook opgelost wordt en lange termijn beheerd wordt. En dan terug, ja, die vraag naar de maturiteit. Hoe gaan we zorgen dat de medewerkers en de beslissingsnemers op de hoogte zijn van die mogelijkheden en kunnen samenwerken met specialisten rond strategie en communicatie. Ten slotte is het ook belangrijk dat we die bouwdoos niet zien als iets op zichzelf, maar wel als een complementair iets dat dus ook kan werken in de context van organisaties die wel de digitale maturiteit en de ervaring en de middelen hebben om zelf dingen te bouwen. Ook voor die organisaties zal die bouwdoos een enorme hulp zijn om snel en efficiënt dingen te kunnen uitrollen. Dan komen we tot de laatste reeks van de laatste twee workshops die we gehad hebben rond rechten en licenties. Dus daar hebben we heel duidelijk een ambitie gesteld dat we lange termijn graag willen evolueren naar wat we noemen een extended collective license. Wat betekent dat? Dat is eigenlijk een legale oplossing waardoor we als sector eigenlijk een collectieve licentie hebben, waardoor we één keer aan de verschillende beheersvennootschappen moeten betalen en waardoor de zorg en de tijd en de energie die vandaag gestoken wordt in het beheren en het juist zetten van de licenties en de rechten op inhoud, dat die enorm zou wegvallen bij heel de sector. Dat is een lange termijn verhaal, want vandaag is daar wel een Europees legaal kader voor, maar in België is daar nog geen rechtsgrond rond, dus dat vraagt nog wel wat tijd voor we dat kunnen doen. In afwachting daarvan zien we zeker de behoefte om beter te gaan samenwerken met de beheersvennootschappen en dan vooral door te zorgen dat we een aantal processen kunnen eenvoudiger, transparanter maken, dat we samen collectief betere voorwaarden kunnen onderhandelen en dat we ook zorgen dat die samenwerking naar een extended collective license nu begint en dat we daar ook vanuit de sector als één naar die organisaties gaan om een betere en efficiënte manier van werken, van samenwerken te vinden. Om dat te doen zien we natuurlijk weer de behoefte naar kennisopbouw binnen de sector, dus weer al begeleiding, training wordt weer essentieel en ook de ondersteuning vanuit een centraal team die expertise gaat opbouwen. Er zijn een aantal oplossingen en standaarden die al bestaan, maar ook daar is nog werk aan om die verder uit te rollen en te verbeteren, zodat die voor heel de cultuursector in Vlaanderen nuttig zijn en bruikbaar zijn. Maar dit is ook een heel essentieel project en ik denk, eens we die extended collective license kunnen uitrollen, gaat het een enorm impact hebben als we kijken naar de tijd en de energie die er kruipt in het beheren en het uitrollen van die licenties. Dat was mijn timer die me zei dat ik moet stoppen. En dat komt goed uit, want het staan de laatste slides. Ik ga even doorslippen tot deze. Dus wat zijn we nu aan het doen? Zoals ik daar straks al zei, zijn we in de laatste stappen van het uitwerken van de fiches. Die gaan eind van de maand, dus deze week, af zijn. En dan worden die nog gereviewd. En dan eens dat die online zijn, zullen we jullie allemaal een bericht sturen dat jullie daarnaar kunnen gaan kijken en kunnen commentaar laten. Tijdens de zomer gaan we een eindrapport en een advies uitwerken. En in de loop van september zullen de resultaten, de conclusies en dat advies ook gepresenteerd worden. En hopen we jullie terug te verwelkomen op een deze keer een fysiek event. En daar volgen nog de gegevens en de datum voor binnenkort. En de laatste slide zijn nog al de partners die hebben meegewerkt, maar ik denk dat ik de meeste al vermeld heb vandaag. Dus voilà, dat was mijn deel van de presentatie. En dan gaan we nu kijken of jullie nog vragen hadden voor ons. Ik ga even het scherm kijken of er vragen zijn.
Zo, ik zie een heel pak vragen staan. Ik ga even kijken. Ja, één, de slides worden zeker gedeeld. De opname zal ook gedeeld worden. Ja, de schema's die staan ook online op het BIPAR-platform. Dus we zullen de link daarnaar ook sturen. Ik weet dat die tekeningen nogal klein waren. Ik zit natuurlijk voor een heel groot scherm en dat helpt, maar mijn excuses daarvoor. Even kijken, zijn er nog vragen? Ik zie een vraag rond het termennetwerk. Filip, misschien kan ik... Oh nee. Je bent live. Ja. Als er nog vragen zijn, ik zie dat er maar een aantal zijn. Ja, rond, er is een vraag rond het termennetwerk. Oké, Ja, ik probeer ik even de vraag te begrijpen, sorry. Ik zal even proberen in te... Mijn antwoord op die vraag ook te geven. Voor zover dat het over implementatie, uniforme implementatie gaat, en vooral wie dat welke rol opneemt, zijn we ons als departement wel bewust dat we daar ook nog een oefening moeten doen. Zoals jullie weten, er lopen meer Oslo-trajecten, dus we zouden er ook bij gebaat zijn om één uniforme aanpak te vinden voor al die Oslo-trajecten. En voor stukken gaat dat inderdaad over het verder implementeerbaar maken van Oslo-standaarden, maar ook eigenlijk hele governance van hoe ga je eventueel nieuwe aanpassingen die nodig zijn doorgeven en al die zaken. Dus ik denk wat ik hierop kan antwoorden is van, we zijn ons bewust van die problematiek. Momenteel is dat organisch gegroeid, dat is logisch. Maar we willen daar wel ergens een model voor ontwikkelen dat we vooral die standaarden die lopen in de toekomstige willen gaan toepassen. Met een duidelijke rolverdeling van wie doet wat. In zin van, waar zit officiële governance, de link naar Digitaal Vlaanderen, het update-mechanisme, maar ook implementatie. Hoe gaan we implementatiegraad proberen te monitoren en al die zaken. Dus dat is een zeer terechte vraag, maar dat is ons plan op dat vlak. Ik zie ook een vraag rond het BIPAR-platform, dus de link zal gedeeld worden in een opvolgmail. We zullen jullie een mail sturen met de juiste link en ook waar jullie alle de presentatie, de video en al deze informatie kunnen vinden. Ik zie dat er een aantal opmerkingen waren rond de tekening. Zijn er daar ook concrete vragen rond of willen jullie daarop terugkomen? Ik zie niet echt, ik zie gewoon dat het moeilijk leesbaar was, maar niet echt concrete inhoudelijke vragen daar rond. Filip, er is nog een vraag over storytelling. Ik denk dat je dat hebt gezien. Een beetje mist, mijn excuses. Ja, het verhaal. Dat is inderdaad, dat was een heel belangrijk deel van onze discussie. Het verhaal, daar blijkt geen standaard rond te zijn. Dus ondanks de academische mensen die in onze workshop aanwezig waren, was er geen echte definitie van wat is het verhaal en hoe beschrijf je met metadata een verhaal. Dus wij zien dat als het geheel van tekst die je schrijft, maar ook van alle elementen die je daarin groepeert. Dus een van de modules die we gedefinieerd hebben als een oplossing is, hebben we genoemd zoek, vind en gebruik. En de bedoeling is dat je daar kunt dus uit de hele pool van data die we aanbieden, kunt gaan op zoek gaan naar bepaalde stukken, collectiestukken die voor jou interessant zijn. En die kun je dan gaan hergebruiken in jouw verhaal. Die relatie tussen het verhaal en die originele stukken, dat is voor ons deel van het verhaal. Hè. Dat wil je, die connectie wil je behouden. Daarnaast zien we ook de mogelijkheid om ander soort verhalen te gebruiken. Als je kijkt naar een app, dan kan je dataset deel van het verhaal zijn. En dan spreken we bijvoorbeeld een app die
een wandeling door de Westhoek mogelijk maakt naar het kerkelijk erfgoed. Daar zal je eerst vanuit de onroerend erfgoed alle kapellen, kerken en pastorijen uit de Westhoek in kaart willen brengen. Die ga je dan combineren met alle erfgoed- en collectiestukken die daarin zitten. En dan ga je daar geodata van Digitaal Vlaanderen bij zetten om die totale dataset dan in een app, zoals de erfgoed-app van Faro, zichtbaar te maken. En met deze data en die app heb je ook eigenlijk een verhaal, maar dat is dan meer in de vorm van een wandeling en van een ervaring. Dus al deze aspecten hebben we besproken tijdens onze workshops. En uiteindelijk was de conclusie dat we dus eigenlijk voor het beschrijven van wat een verhaal is en hoe we dat gaan opslaan op lange termijn, dat er daar nog wel wat werk aan is. En daar zien we ook die linked data event streams als een mogelijke manier om dat op te slaan op een duurzame manier. Ik zie een aantal andere vragen. Nee, het is zeker niet de bedoeling van ons om een centrale website of zo te maken. De basisinfrastructuur gaat niet over een centrale website of platform. Het gaat over een manier te vinden om de data die we allemaal in onze collecties hebben beschikbaar te stellen. En daar gaan dan projecten rondgebouwd worden. Maar vanuit de basisinfrastructuur is het zeker niet de bedoeling om één website of één portaal te bouwen. Het is eerder de bedoeling om de data aan te reiken, zodat mensen zelf naar hun doelgroepen gericht kunnen websites of apps of andere digitale kanalen gaan ontwikkelen. Maar de basisinfrastructuur bestaat dus zeker niet uit een centraal portaal of iets dergelijks. Dat is zeker niet de bedoeling of de betrachting. En ik zie ook een vraag rond de samenwerking rond de POX. Dus inderdaad, we zijn op zoek naar partners die willen meewerken aan projecten. Dus als jullie geïnteresseerd zijn om rond een van de onderwerpen die vandaag besproken zijn samen te werken of daar projecten rond te doen, kun je ons altijd contacteren. We zijn zeer, zeer actief op zoek naar partners om na de zomer aan de slag te gaan met verschillende projecten om deze basisinfrastructuur ook te realiseren. Zo, zijn er nog vragen? Oké. Hans? Ik zie ook geen vragen meer. Oké. Dan stel ik voor dat we het hierbij houden. Oké, mooi binnen de tijd. Dankjewel om aanwezig te zijn. En ik hoop dat jullie er iets aan gehad hebben en ook zien waar eventueel mogelijkheden liggen om voor jullie op in te spelen. Ik denk dat het interessant is ook om in de beleidsplanningen en zo die nu in opbouw zijn, waar mogelijk rekening te houden met het verhaal dat jullie vandaag gehoord hebben. Een verhaal in opbouw gaat er zeker niet morgen liggen, maar ik denk dat het wel een duidelijke richting aangeeft eigenlijk van waar we als departement dat naartoe willen en ook hoe dat we eigenlijk dat ecosysteem willen vormgeven. En in die zin denk ik wel dat de tekeningen die jullie gezien hebben, misschien iets te klein, maar ze geven wel ergens goed aan, denk ik, hoe dat een ecosysteem kan geconcretiseerd worden en geoperationaliseerd. Er zijn nog heel veel vragen, ik merk dat ook in de chat. En dat is ook goed dat er op die manier naar gekeken wordt, maar ik denk dat we ons wel als departement ergens zeker ook engageren om die vragen ook ter harte te nemen en ook echt een degelijk model uit te denken dat ook effectief de duurzaamheid van de oplossingen kan garanderen. Dus ik zou zeggen, dankjewel voor jullie aanwezigheid. Ik zie nu wel dat er nog een vraag binnenkomt. Misschien, Philippe, moeten we daar nog eens even naar kijken voordat we afsluiten.
Nee, het was gewoon iemand die zich kandidaat stelt om mee te werken aan de POCs. En dat is zeker heel erg welkom. Ja, ik zal jullie daar direct op contacteren. Ja, het gaat over mensen die graag willen zich kandidaat stellen om mee te werken. Dat is schitterend. Dat zijn we naar op zoek. Dus we zullen je zeker contacteren, Dieter. Ja. Oké, daar gaan we zeker geen vraag van maken dan. Oké, dan stel ik voor dat we hier afsluiten. Dankjewel voor iedereen nogmaals. En dus alles wordt gedeeld. Ook deze webinar komt op ons BePart platform. Nog een fijne dag aan iedereen. Dank jullie wel.